Lekker belangrijk! In Lokale Democratie Lekker Belangrijk spreken we Rotterdammers in verschillende wijken. Want Rotterdammers weten donders goed wat er beter kan op bestuurlijk niveau. Maar waar willen ze dan vooral over meepraten? Dat onderzochten we vandaag op de Weekmarkt in Hoogvliet. Weet jij iets over de lokale politiek hier in Hoogvliet? Daar weet ik helemaal niks over, man. Ik zeg, het zal me een zorg zijn, dus ze doen toch wat ze zelf willen. Ja, is dat zo? Ja, zeker wel. Lokale democratie, lekker belangrijk. Welke onderwerpen zou jij zelf bijvoorbeeld het voortouw nemen om over te praten of mee te beslissen? Nou, waar zijn die clubhuizen gebleven voor de jongeren? Want nou zie je dat ze eigenlijk de pestpokken vervelen. Iemand die een beetje beveiligt, want er worden ook heel veel auto's gestolen en dat soort dingen. Zou jij zelf mee willen denken of mee willen praten over onderwerpen? Als het wat verandert wel. Zoals? Veiligheid. Wij zijn nu op een leeftijd dat je daar ook niet zoveel meer interesse in hebt. We hebben genoeg aan ons eigen gedoetje. Hebben jullie wel eens gestemd op de gebiedscommissie? Nee, ik stem niet. Nee, helemaal niet. Nee. Je weet wel wat de gebiedscommissie is? Nee, Jennifer, dat is lokale politiek. Lekker belangrijk! Lekker belangrijk! Je bent helemaal niet betrokken bij wat er speelt, althans op politiek niveau. Ja, ik weet dat het bestaat, maar dan houdt het ook op. En heeft er nooit mee te maken gehad? Ook qua school en zo worden we daar niet zo goed over ingelicht. Ja, je hoort het misschien even één keer tijdens maatschappij of zo. Ja. Maar voor de rest hoor je het niet en dat vind ik eigenlijk wel zonde. Maar is dat nou werk? Gebiedscommissie? U weet niet wat een gebiedscommissie is? Nee. Weet u wat een deelgemeente is? Dat was vroeger. Ja, gebiedscommissies zijn in de plaats van deelgemeenschap. Wij vragen mensen in hoeverre ze betrokken zijn of weten van lokale democratie, lokale politiek. Lekker belangrijk! Weet u nog wel toen de deelgemeente er was? Ja, dat wel. Dat weet u nog wel? Ja, toen hij hier zat. Ja. Ja, maar dat oude, ja. Want de gemeente Rotterdam is nu aan het zoeken naar alternatieven voor gebiedscommissies en wijkraden. Ja. Ja. Wat zou een goede vorm zijn van die kleine democratie? Ja, die deelgemeente. Terug naar de deelgemeentes, echt? Vind ik van wel, ja. Wat nu zeggen ze is, kijk even op website digi.nl of bel 14010. Ja. Nou, dat is ook een lekker nummertje. 14010, hè? Nou, dan krijg je, wacht even, 500, weet ik veel, vraag 1, vraag 2. Maar haat toch op, man, is toch één kutdrama. Maar daar is juist zo'n gebiedscommissie dan voor, omdat dichterbij is. Dat we weten niet eens waar die is. Je weet niet waar dat is? Nee. En wat ze doen, weet je dat wel? Nee, dat weten we ook niet. Maar zou je dat dan willen? Zou je bijvoorbeeld hier in Hoogvliet bijvoorbeeld in een gebiedscommissie willen zitten? Om jouw wijk te vertegenwoordigen? Ja, waarom niet, als dat kan. Wat zou je als eerste aan willen pakken dan? Weet je, de buurten die een beetje achtergelaten worden. Ja, die aanpakken. Ja, toch, want ik zie overal nieuwbouw. Maar in de, zeg maar, de oude buurten zie je helemaal niks nieuws komen. Dus ja, ik denk dat gewoon. Hele goeie. Ja, man. Dankjewel. Alsjeblieft, man. Hey, succes. Hey. Wil je ook meepraten over hoe de lokale democratie in jouw wijk geregeld kan worden? Kijk dan op rotterdam.nl/wijkaanzet. Gangsters all across the world. Still hitting them corners in them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets.